In deze video ga ik je laten zien hoe je de batterij moet vervangen van een iPhone XR. Nou, de batterij vervangen van de iPhone XR is niet een hele moeilijke reparatie. Wel moet je voorzichtig zijn met het scherm. Die moeten we namelijk verwijderen en weer terugplaatsen. Nou, een batterij is een slijtageproduct. En naarmate de batterij ouder wordt, wordt de batterij ook langzaam slechter. Nou, na een bepaalde tijd is het verstandig om de batterij te vervangen als je nog langer met je iPhone XR door wil. Alle onderdelen en het gereedschap wat ik gebruik vind je terug in de omschrijving. We gaan beginnen met het uitzetten van de iPhone XR. Dat doen we door de knop aan de linker en rechterkant tegelijkertijd in te drukken. Daarna kunnen we de twee pentelobe schroeven verwijderen die aan de onderkant zitten. Dit doen we dus ook met een pentelobe schroevendraaier. Nou, als we dit hebben gedaan, kunnen we het scherm een klein beetje gaan verwarmen. Dit moet omdat er een sticker tussen het scherm en de achterkant zit. En als je die niet gaat verwarmen, dan krijg je hem heel moeilijk los van elkaar. Nou, ik plaats een zuignaap aan de onderkant van het scherm. Daar zet ik redelijk wat kracht op en met behulp van een plectrum kan ik het schermpje omhoog wippen. Nou, het scherm zit helemaal rondom vast. En met een plectrum probeer ik alle framestickers een klein beetje te verwijderen. Daarna kan ik het onderste houdertje van de iPhone XR verwijderen. Deze doen we als eerst omdat hier de batterijconnector onder zit. Die batterijconnector gaan we verwijderen van het moederbord, zodat de stroom helemaal van het moederbord af is. Daarna verwijderen we het tweede houdertje. Daaronder zitten de twee kabels van het scherm. En helemaal rechtsboven in de iPhone XR zit ook nog een houdertje. Die zit vast met verschillende kruiskop- en tri-wing schroeven, oftewel tri-point. En rechtsbovenin zit nog een extra houdertje. Die kan eraf vallen en dan kun je hem er zo weer op klikken. Nou, de oorspeaker en sensorkabel kan van het moederbord verwijderd worden. En dan gaan we de framestikken verwijderen. Dit doen we omdat we aan het einde een nieuwe framestikken gaan plaatsen. De oude gaat vaak kapot of plakt niet meer goed. Dus het is beter om die framestikken te verwijderen en dan een nieuwe te plaatsen. Nou, je kunt de batterij op twee manieren verwijderen. Je kunt nu gelijk de batterijstickers verwijderen. De kans dat de batterijstickers dan afknappen is een stuk groter dan als je eerst even de luidspreker en de trilmotor verwijdert. Dan kun je de batterijstickers wat horizontaler eruit halen. En dan is de kans dat ze kapot gaan een stuk kleiner. Persoonlijk vind ik het een kleine moeite, dus daarom laat ik het ook op deze manier zien. Omdat ik deze manier ook zou aanbevelen. Nou, vergeet de twee schroefjes onder het plakketje niet. Deze verwijderen we met de platkopschroevendraaier. Als je een stand-off hebt, kan dat ook. Dat vind ik persoonlijk nog makkelijker. Nou, de luidspreker kan eruit. De trilmotor zit nog vast met twee kruiskopschroeven. En die kunnen we dan ook verwijderen. En nu kunnen we eenvoudig de batterijstikken onder de batterij wegtrekken. Dat doen we dus zo horizontaal mogelijk. En als je nog niet zoveel ervaring hebt, zorg er dan voor dat de batterij leeg is of bijna leeg. Aan de bovenkant zitten ook twee plakketjes. Die moeten dus ook beide verwijderd worden. Nou, je ziet ook dat ik expres met plastic over de batterij heen ga. Doe dit dus ook niet met metaal. En let goed op dat je de infraroodcamera of voorcamera niet beschadigt die aan de bovenkant zit. Nou, de oude batterij kan verwijderd worden. We gaan een nieuwe terugplaatsen. Daar komt natuurlijk ook weer zo'n mooie batterijsticker op. Die drukken we een klein beetje aan. En de plakketjes komen weer op dezelfde plek weer terug. Als die dan weer ooit verwijderd moet worden,
dan kan degene die dan de telefoon repareert ook de batterij weer netjes verwijderen. Nou, ik klik de connector nog niet vast, want de batterijconnector is altijd de laatste connector die je vastklikt. Ik kijk alleen even als die goed op zijn positie ligt. En dat ligt hij nu. En dan kan de trilmotor weer op zijn plek en daarna de luidspreker. En kunnen we de platkopschroeven weer terugplaatsen. Nou, als je met de platkopschroevendraaier de schroeven terugplaatst, wees dan wel voorzichtig dat je niet doorschiet. Doe dit gewoon rustig aan, neem je tijd hiervoor. Rechtsboven bij de luidspreker zit nog een soort houdertje, een soort clipje. Het connectortje kan weer vast. En dan plaatsen we alle schroefjes weer op zijn plek. Nou, tijdens de reparatie gebruik ik altijd een magnetische schroefmat. Dat zou ik ook zeker aanbevelen. Zo behoud je het overzicht tijdens de reparatie en dat is enorm belangrijk. Vergeet de twee schroefjes in het midden niet, die onder het plakketje zitten. En we kunnen nu de nieuwe frame sticker weer terugplaatsen. Zorg dat hij netjes op zijn plek komt. En dat je hem goed aandrukt. Als je hem niet aandrukt, dan blijft alle sticker op het blauwe folie zitten. En dat wil je voorkomen. Nou, zo'n frame sticker bestaat uit drie lagen. De eerste laag halen we helemaal op het begin eraf. Nu verwijderen we de tweede laag en dan blijft nog een heel klein laagje zitten. Die verwijderen we helemaal op het laatst. Eerst plaatsen we de oorspieker en sensorkabel terug. En het daarbij behorende houdertje zit vast met kruiskop en triwing schroeven. Triwing schroeven worden dus ook wel tri-point schroeven genoemd. Nou, de connectoren van het scherm plaats ik weer terug. En twee connectoren. De batterijconnector kan ik nu weer vastmaken, want alles zit weer op zijn plek. Nou, het houdertje van de schermconnectoren plaats ik weer terug. De twee triwing schroefjes plaats ik weer op zijn plek. En het laatste houdertje aan de onderkant plaats ik ook weer netjes terug. Nou, ik weet waar alle schroefjes liggen door de magnetische schroefmat. Zo kan ik geen schroeven door elkaar halen. Dat kan defecten veroorzaken, dus het is belangrijk dat je overzicht hebt. Nou, het laatste laagje van de framestukken plaats ik ook weer terug. Dan kan eerst de bovenkant van de iPhone XR op zijn plek gezet worden. En daarna drukken we hem voorzichtig aan. En dan kunnen we de onderste pentelobe schroeven terugplaatsen. En kunnen we de iPhone gaan testen. Nou, we hebben de batterij vervangen, dus het zou fijn zijn als die aangaat. Zonder lightning kabel. En dat doet hij. Nou, test even Face ID, de touch. Dat laat hij ook op. Ja, dat doet hij ook. De reparatie is geslaagd. Nou, de reparatie is voltooid. Het is ook belangrijk om alles weer goed te gaan controleren. Werk je scherm goed, je Face ID, want je hebt de oorspieker en sensorkabel eraf gehad. Dus dat zijn allemaal essentiële functies die je even na zo'n reparatie moet gaan testen. Nou, ik hoop dat je er wat van hebt geleerd. Ik zou het enorm waarderen als je even een likeje wil geven. Alle onderdelen en het gereedschap wat ik gebruik vind je terug in de omschrijving. En ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Tot ziens!